Breda Nu. Je weet het meteen. Op 8 maart was het Internationale Vrouwendag. Stichting Brood en Rozen organiseerde een dag waarbij 10 vrouwen in de bijstand konden daten met 10 topmannen. Het is vandaag 8 maart, Internationale Vrouwendag. We zijn hier met 10 vrouwen die de afgelopen 6 weken een bewustwordingsprogramma zijn doorgelopen. Bijstandsvrouwen die vooruit willen in het leven. En vandaag is eigenlijk een grote feestdag. We sluiten het programma vandaag af met een lunch. Ze gaan lunchen met topmannen. Het zijn topmannen in het bedrijfsleven, maar het zijn ook topmannen omdat zij voor deze vrouwen iets bijzonders gaan doen. Dus het doel van deze dag is dat iedere vrouw hier straks naar buiten gaat met een belofte die waargemaakt wordt. Dus iedere vrouw gaat naar buiten met een belofte van de topman. Dat kan gaan om een stage, dat kan gaan om een ingang ergens in het bedrijfsleven. Burgemeester Plauw, hoe bent u betrokken graag binnen dit project en dit initiatief? Een paar jaar geleden ben ik door Nora gevraagd om in gesprek te gaan met een bijstandsvrouw. Om haar, zeg maar, met haar te kijken op hoe kunnen we de kansen op een baan vergroten. Wat moet er dan gebeuren? En ik vond het een heel erg mooi initiatief. Omdat het laat zien dat bijstandsvrouwen soms een enorm pech hebben gehad in hun leven. Maar dat je op een gegeven moment door een actieve ondersteuning, goed gesprek, zelfvertrouwen creëert. En daarmee de kans op werk weer vergroot. Welke mijlpaal moet nou echt bereikt zijn voor u om het echt een succes te hebben gevonden? Is er een doel die u voor ogen heeft? Vooral een positieve draai in mijn carrière. Dat de man aan wie ik gekoppeld ben, dat hij mij gewoon verder op weg kan helpen. En dat we er allebei achter staan. En het liefst zou ik natuurlijk een baan krijgen of vinden. Maar ik weet dat dat geen garantie is. Dus wat zou u dan mee willen geven aan andere vrouwen die het momenteel ook moeilijk hebben? Positief blijven. Blijf in jezelf geloven. En het is gewoon moeilijk in de crisissituatie om een baan te vinden. Maar neem het niet per se persoonlijk als je afgewezen wordt. In de maatschappij zien we wel dat er wat meer tweedelingen zijn. Niet alleen man en vrouw, maar we zeggen ook als mensen die in de bijstand zitten. Mensen in de hoge functies roepen dan wel eens dingen op tv als van die zouden wat beter hun best moeten doen. En mensen die in de bijstand zitten roepen van dat zijn de grote graaiers. En er zijn allemaal beelden over elkaar die er vaak zijn. En eigenlijk kennen we elkaar nou echt. Hoeveel mensen in die hoge functies kennen dan mensen uit de bijstand? Hoeveel mensen uit de bijstand kennen die mensen dan? Dus het gave van dit initiatief is eigenlijk dat je die twee groepen gewoon met elkaar verbindt. En dan krijg je heel erg andere beelden. Vorig jaar vond een bijeenkomst plaats van NL 2025. Dat is een initiatief dat wil ergens zich inzetten voor een betere Nederlandse samenleving. En wat kunnen mensen elkaar betekenen? En toen sprak Nora Kazroeje. En je had een fantastisch verhaal over een initiatief in Breda om vrouwen die in de bijstand zitten in contact te brengen met mensen die zeker in de top hebben bereikt. Ik denk dat de werelden veel te gescheiden zijn. Als ik bijvoorbeeld vraag aan de vrouw die ik heb gesproken van, is van jou wel eens een goed assessment gemaakt van ben je goed en ben je niet goed in? Het is niet gebeurd. Ja, dan solliciteer je wel, maar je komt nergens tussen. Dus je echt verplaatsen in iemand anders, dat is eigenlijk niet goed. En ik vind het mooie van wat hier vandaag gebeurt, is dat je juist probeert in elkaar te verdiepen om te kijken van waar zitten voor jou nu mogelijkheden? Waar kunnen wij wellicht bepaalde wegen gaan openen? Maar wij weten wat wij willen. En om die reden geven wij niet op. Als het nodig is, trotseren wij allerlei uitdagingen om toch verder te komen. Breda Nu. Je weet het meteen.